laatste maal heet ik je welkom hier in de kapel. In dankbare herinnering, zuster Redemptrix. Geboren te Oosterhout op 18 februari 1923. Geprofest te Maastricht op 18 november 1956. Een dierbaar was en die nu is heengegaan uit onze wereld. Wij danken u voor alle vriendschap en goedheid die van haar is uitgegaan. En voor de vrede die zij heeft gebracht. Laat ons zingend bidden. Wij willen bidden voor alle overleden van onze familie, voor al haar medezusters en voor alle die wij nog graag in ons midden hadden gehad. Heer, neem hen welwillend op in uw heerlijkheid. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. God, wij willen bidden voor broers en zussen, haar schoonzussen en zwager, neven en nichten, medezusters en verdere familieleden, vrienden en kennissen. Voor allen die haar dierbaar waren, dat zij zich, ondanks hun droefheid, zich opnieuw aan het leven durven toevertrouwen en met vertrouwen blijven zien naar de toekomst. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. God, wij willen bidden voor alle bewoners van het klooster, het verzorgingshuis, dat zij niet eenzaam zijn en dat zij, ondanks hun beperkingen, nog kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. Bidden wij ook voor allen die ons Rie, zuster Redemptrix, zo liefdevol en goed verzorgd hebben. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij bidden u, versterk in ons het geloof, dat gij mensen die in liefde met elkaar verbonden waren, weer zult samenbrengen over alle grenzen heen. Dat vragen wij u door Jezus, uw geliefde Zoon en onze broeder. Amen. En het eindpunt van ons leven. Van u komen wij en naar u keren wij terug. Leer ons dat wij niet moeten blijven treuren, zelfs niet bij het heengaan van iemand die ons dierbaar is, want Gij, God, geeft uitzicht op een nieuw leven, een nieuw begin, door Christus onze Heer. Amen. Voordat we de absoet doen, haar de laatste eer gaan brengen, wil ik haar broer Frans uitnodigen. Lieve Rie, ik ben van heel ver gekomen. Ik ben er heel blij en gelukkig om dat ik hier mag staan. Petrus schijnt gezegd te hebben, nee Frans, eerst jullie Rie. En dan heb ik het verhaal horen vertellen dat jij bijna iedere nacht om 4 uur ons Rina belde. In Canada was het dan 10 uur 's avonds. Want je kon toch niet slapen en dan belde je hoe het met mij was. Ons Rie ten voeten uit. Zorg en aandacht voor al degene met wie ze speciaal verbonden is. Zo zou ze ook voor jullie doen, voor ieder van ons. Broers en zussen, beste neven en nichten, zowel van de oude generatie als van de nieuwe generatie. Familie van lieve paters en broeders, zou ik haar zeggen. En vrienden en vriendinnen van Rie, medezusters en anderen. We nemen nu afscheid van deze prachtige, zorgzame,
sterke, actieve en zeer betrokken vrouw. Zuster Redemptrix of gewoon ons Rie. Het er zijn, het nabij zijn, voor andere zorgen is haar als het ware met de paplepel ingegeven. Als oudste van 13 kinderen werd zij al vroeg op jeugdige leeftijd door moeder en soms ook door vader ingeschakeld om mee te helpen in de huishouding, bij de opvoeding en ook op de boerderij. En dan kwam ineens het bericht dat ze naar het klooster wilde. Moet je nagaan wat dat voor een impact had. Schrie had inmiddels een baan gekregen, bracht wat centen binnen en nog gaat ze maar amper wat naar het klooster. Vader, die een speciaal plekje had voor Rie, had het daar heel moeilijk mee. En wij, ik ook, dachten die gaat achter slot en grendel tussen vier muren en we zien ze nooit meer. Maar ongelooflijk, het is heel anders gelopen. Want snel na de plechtige gelofte kreeg ze een baan dicht bij de familie en is ze toch weer bij ons aangesloten en is ze weer de oudste van de kring geworden. Voor wie je was voor broers en zussen. Een klankbord, steun, je geloof, je oprechtheid, je trouw, je standvastigheid, de rug recht, je voorbeeld van eenvoud, je zorgzaamheid, je aandacht en medeleven met ons. Wij zullen je missen. Je was het ware een monument, een scharnierpunt in onze familie. En iemand waar je ook niet omheen kon. Want het was altijd, wat zegt ons Rie ervan? Weet ons Rie dat al? Jammer, wat ook Wim gezegd heeft, dat je zo ver weg gaat als laatste rustplaats. En dat zal in het begin ook mijzelf een beetje persoonlijk pijn doen. Om, zoals Wim zegt, je kunt niet zomaar even langs gaan. Rie, jij zei iedere keer als wij afscheid namen van elkaar, bedankt Frans voor alles. Ik zou zeggen, jij bedankt. En tot slot, namens broers en zussen, wil ik hier ook een woord van dank richten aan het bestuur van Onder de Bogen. Aan zuster Angelica, die ook hele sympathieke woorden gesproken heeft. En voor alles wat het bestuur aan zuster Redemptrix, aan mogelijkheden, kansen en ruimte heeft gegeven. Ontzettend bedankt, veel dank aan de communiteit van de paters voor de grote gastvrijheid. De zorg en aandacht die we onze zus gegeven hebben. De humor en de plagerijtjes vaak onder elkaar, waarvan ze erg genoot. Ze was graag bij jullie en had zeker bij jullie nog ouder willen worden. Met name de rector willen we heel hartelijk bedanken. Voor alles wat jij, Wim, als ik dat mag zeggen, de laatste tijd voor u betekend hebt. Ook het voorgaan aan deze liturgieviering, de verzorging daarvan. En dat je vooral ook straks meegaat met ons naar Riekoop. En dan niet te vergeten Joke Zwart, assistent van de rector. Joke, waar zit ze? Ja. Joke, bedankt. Je was er als zo'n Rie jou nodig had. Maar sowieso was je er. Niets was te veel voor jou. En als Rie zei, Joke, als ik jou toch niet had, dan zei je heel laconiek, ja, als jij mij toch eens niet had. Bedankt als ik jou. Bedankt zeker ook voor de porties zuurkool met spekjes, waar Rie zo van genoten heeft. Een woord van dank ook aan de verzorging en de huishouding en technische dienst. Bedankt voor de goede zorg en warmte die hier in dit huis aan ons Rie is gegeven. Dank u wel.
zijn en blijf altijd hier welkom in huis. Weet dat. Kom je een keer naar Nijmegen? Kom even binnen. Koffie staat altijd bruin. Lieve tante Ruud, namens alle neven en nichten wil ik ook nog graag een woordje spreken. Ik zal het kort houden, Frans heeft al zoveel hele mooie woorden gezegd. Tante Rie, wie had kunnen denken dat we 5 maanden na je 90ste verjaardag weer hier samen zouden zijn. En deze keer om afscheid van je te nemen. Je was toen nog vol levenslust. Je had het hoogste woord en, zoals we van je gewend waren, ook het laatste woord. We hebben toen nog gevraagd om het recept om 100 te worden. Tante Rie, je hebt altijd veel belangstelling voor ons gehad. E-mail vanuit Canada, waar haar zus Rina woont, die nog niet zo lang geleden ook haar man heeft verloren. Zij was op dit moment, is zij bij ons. Ze is wakker. Ze heeft de dienst kunnen volgen. Ik heb haar meteen een boekje en ook de preek opgestuurd. En ik hoorde dat ook de 2 gedachtenissen... die zojuist gehouden zijn, naar haar opgestuurd zijn. Maar zij schrijft een klein briefje en ik wil dat nu voorlezen. Lieve familie, nu onze oudste zus en lieve tante ons echt gaat verlaten, zijn wij in gedachten bij jullie. We hebben mooie herinneringen aan Rie en houden haar in ons hart. Dank je, Rie. We zullen je missen. Voor iedereen een mooi afscheid en kracht gewenst. We hebben een kaars voor je aangestoken in de kerk voor de mis van 10 uur. 2 uur later brandde hij nog heel zacht onder een prachtig gebrandschilderd raam. Het had iets mystieks. We hebben je naam genoemd en voor je gebeden. Zoals we ook voor elkaar gebeden hebben. God zal het gehoord hebben. Het jeugdkoor zong zo mooi. Die heeft ook enkele woordjes opgeschreven en dat wil ik u toch ook niet onthouden. Waar werd oprechter trouw ter wereld ooit gevonden dan tussen mij en jou? Een godsgeschenk van 50 jaar. En om te kijken naar elkaar. En samen keken wij de wereld in om ook anderen te laten delen in de door ons, door God geschonken vriendschap. Heel veel dank, lieve Rie. En leef nu in de nabijheid van Hem, die jou eens geroepen heeft tot zo'n mooi leven in dienst van anderen. Rust in vrede, zuster Martin.